Bij Bergen zit aanwinst Cédric Roussel voorlopig nog in de tribune. Pas volgende week is hij speelgerechtigd. Over de komst van Walter Baseggio geen nieuws, maar wel nog een transfer bij Lokeren, waar Lekers binnenkort kan rekenen op Nebojša Pavlović, die hij kent van bij AA Gent. Lekers kiest ook voor dezelfde elf als vorige week en Lokeren kan de thuisploeg al snel onder druk zetten. Hoekschop Mbajo. En de kopbal van Vukomanović wordt door Dalma maar net uit doel gehouden. Goeie kopbal naar de hoek van de Servier en doelman Bertelijn heeft gelukkig nog Wilfried Dalma naast zich. Vukomanović zet de Bergense doelman 4 minuten later opnieuw aan het werk met een hard schot en Bertelijn met de vuisten. Maar het is duidelijk dat de verdediging van Bergen de geblesseerde Duarte mist. Nibombe is zijn vervanger. Lekes ziet dat het de goede richting uitgaat, maar verliest daarbij even de bal uit het oog. Halverwege de eerste helft ondertussen met een goede diepe bal van Madi. Miri kan die niet onderscheppen. Tambwe wringt zich er goed tussen en de Congolees zorgt voor de 0-1. Lokeren op voorsprong en tweede doelpunt van het seizoen voor Patio Tambwe. De paas vertrekt van op de eigen helft bij Madi. Miri mist de bal compleet en tegen Tambwe heeft Bertelijn geen verhaal. Dat het er soms ook hard aan toe gaat, bewijst deze omhaal van Zoko pal in het gezicht van Dol. Zoko krijgt er geel voor en Dol, die is even buiten strijd, maar kan later gewoon verder spelen. Eén keer Bergen toch ook voor de rust met een goede beweging van Stolica voorbij Joao Carlos. En dan Coppa met de voet. Bergen lag niet zoveel onder in die eerste helft, maar de goede kansen en de goal vielen aan de overzijde. Met het inbrengen van Brahami na de rust probeert José Riga voor wat meer gevaar te zorgen, maar dat lukt niet. Het is opnieuw Lokeren dat komt dreigen met een schot van Vukomanović. Lokeren ziet een kwartier later wel Jančevski uitvallen met een verrekking. Hier ligt de oorzaak. En Bergen, dat valt in de tweede helft helemaal door de mand. Van gevaar is geen sprake meer, zelfs niet met de komst van Datti. En de slechte passen stapelen zich op. Het publiek keert zich stilaan tegen zijn eigen ploeg. Nog maar eens Lokeren dan opnieuw met de erg bedrijvige Vukomanović. En ook dit keer is hij dicht bij een doelpunt. We zijn al in de slotfase als Overmeijer buiten de 16 meter aan de bal komt. En ook hij haalt van ver uit. Het is meteen ook de laatste kans van de wedstrijd. Lokeren wint van Bergen en het moest er niet eens fantastisch voor spelen. U ziet de vreugde bij Lokeren na het eindsignaal, maar hoort ook het fluitconcert van de Bergense supporters. Bergen-Lokeren eindigt op 0-1.